Mensen zijn al jaren bezig met het aanpassen van allerlei dieren. Omdat het mooier kan, ze meer vlees kunnen geven, sneller kunnen groeien. Zodat wij ze weer sneller kunnen slachten om sneller op te eten. We zijn er maar druk mee. Neem bijvoorbeeld onze trouwe viervoeter. Die moet kleiner, zodat hij in onze handtas past. Groter, meer haar, minder haar. Wel of geen rimpels. We schakelen door naar onze correspondent in La Douce France. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Comment ça va avec toi? Oh, avec moi, ça va bien. Maar ça va niet zo heel lekker met de Franse bulldog. Want de Franse bulldog, dat zal je misschien verbazen, de Franse bulldog had ooit een neus. Niet een hele grote, ze hadden wel een beetje van die platte neusjes. Maar de mensen wilden eigenlijk dat ze helemaal geen neus meer hadden. Dus hebben ze die neus weggefokt. Dus wat ze dan deden was steeds de bulldog pakken met het kleinste platste neusje en die dan weer een kind laten maken met een vrouwtje die ook een heel klein plat neusje had. En dan van die kinderen weer het kleinste platste neusje kind met een ander klein plat neusje kind, tot op een gegeven moment het neusje helemaal weggefokt was. Maar lijkt me dat ze dan echt super moeilijk ademhalen. Ja, ze hebben ook enorme ademhalingsproblemen, dat kan ik je wel vertellen. Ja. En ik ben ook nog een wetenschapper op het gebied van kippen. Kippen die speciaal gefokt zijn voor het vlees. Grote borstspieren dat ze lekkere kipfilets hebben. De plofkip. En de plofkip die groeit 2 keer zo snel als de gewone kip. En die weegt na 6 weken al 2 kilo. Wow, maar dat is echt super snel. Dat is ook heel snel. En de plofkip houdt het dus heel vaak al niet meer vol. Dan houdt ze hart ermee op of hij zakt door zijn pootjes heen. En gelukkig vinden inmiddels mensen ook wel het een beetje zielig. Dus zijn er steeds minder plofkippen. Ja, gelukkig maar ja. En kippen worden ook gefokt voor de eieren. 100 jaar geleden, een gemiddelde kip legde 90 eieren per jaar. En nu, wat denk je? 300. Nee, way. Van 90 naar 300? Van 90 naar 300. Maar ja, zo'n kip houdt het ook maar weer 1,5 jaar vol. En dan, ja, dan is de kip op en dan wordt het de zoekkip. Ja, maar door al dat gefok worden er soms ook dieren gered. Dieren die anders waren uitgestorven. Klopt, ja, ja, daar weet ik er eentje van. Bijvoorbeeld de wiecent. De wie? Ja, de wie? Ja, cent. Kom, hij is vlakbij.